Massale evacuaties, Florida. Zeker 100.000 inwoners van Florida hebben de opdracht gekregen om te vertrekken voordat orkaan Irma daar aan land komt. Mensen die in laaggelegen gebieden zoals Key Biscayne en Miami Beach wonen, moeten vertrekken. Gouverneur Rick Scott waarschuwde dat inwoners de opdracht tot evacuatie niet mogen negeren. Ziekenhuizen in Miami zijn al enkele dagen eerder begonnen met patiënten te verhuizen. Een aantal Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen biedt tickets aan tegen een lager tarief voor inwoners en toeristen die de staat willen verlaten. Orkaan Irma wordt mogelijk de zwaarste orkaan waar Florida ooit mee te maken heeft gehad. Nog erger dan orkaan Andrew uit 1992. Andrew verwoestte meer dan 60.000 huizen in Florida.